Het beleidsplan van het ministerie van Defensie moet ook na mei 2025 worden uitgevoerd. Dit stelde defensieminister Krishna Kumari Mathura eerder in de week tegenover journalisten. De bewindsvrouw zegt dat de focus nu gericht is op de uitvoering van de kerntaken van de organisatie. Nou, we zijn constant bezig en eigenlijk onze kerntaak uit te voeren wat in de grondwet staat en wat in de wettelijke regelingen. En we hebben gewerkt aan de twee kerntaken, dus dat is bescherming van die samenleving en bescherming van onze belangen en bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen. En tweede is de ondersteuning en die hebben we vanaf mijn aantreden constant gedaan. De focus is gelegd op echt inderdaad kerntaken uitvoeren, niet zoals ervoor gebeurde campagne voeren met grote bussen allerlei dingen doen en echt dat hebben we niet gedaan. We hebben gezegd van de taak van het leger is enorm belangrijk en daarin moeten we investeren en we hebben heel veel geïnvesteerd daarin in opleidingen en trainen, in het hebben van operaties in het binnenland en we hebben ook ondersteuning gedaan. Dus dat traject gaat gewoon door. Mathura benadrukt dat het ministerie van Defensie gelooft in een professioneel leger. Dat in staat gesteld moet worden om de samenleving te beschermen en niet om constant in te zetten voor kleine klusjes.